1, 2, 3, 4. Kinderboekenweek, kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, journaal. Kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, journaal. Kinderboekenweekjournaal met Zwaantje van Sprundel. Hallo allemaal en welkom bij het Kinderboekenweekjournaal. Dit is alweer het 4e seizoen. En dit jaar doen we het eens lekker eigenwijs. En laat dat nou eens precies het thema zijn van deze Kinderboekenweek. Mijn naam is Zwaantje van Sprundel en ik breng jullie al het nieuws rondom de Kinderboekenweek. Overal in het land worden er ontzettend veel activiteiten georganiseerd. In boekhandels, bibliotheken, maar misschien ook wel bij jullie op school. En hoe de organisatie van zo'n activiteit eraan toe gaat, daar doen wij verslag van. En we zien in het Kinderboekenweekjournaal bekende schrijvers, je krijgt boekentips. En we hebben een jeugdreporter die voor ons op pad gaat naar allerlei eigenwijze mensen, dieren en dingen. Ik hoop alleen dat ze niet zo eigenwijs zijn als Willem, onze techniekman, weet je nog, vorig jaar. Willem, dit jaar geen snode plannetjes, toch? Hallo, en nee hoor, geen gekkigheid deze keer. Ik heb hier weer helemaal zin in. Nou, mooi. Laten we dan meteen beginnen. En dat doen we met onze nieuwe jeugdreporter en dat is Lily. Zij gaat voor ons op pad naar eigenwijze mensen, dieren en dingen en zoekt uit hoe dat kan in haar nieuwe rubriek Lekker Leren met Lily. Hallo Lily, ben je daar? Nee, ik ben er niet. Haha, jammer, ik ben er. Hallo Zwaantje, wat leuk dat ik dit jaar jullie jeugdreporter mag zijn. Ik ben heel benieuwd waar ik allemaal langs mag gaan en wie ik ga interviewen. Ik ben altijd heel nieuwsgierig naar bijzondere dingen en mensen en wil graag leren. Dus leer met me mee in mijn rubriek Lekker Leren met Lily. Vandaag ben ik namelijk bij Sien. En Sien is heel eigenwijs. Toch Sien? Ja, dat klopt. En wat voor eigenwijze dingen doe je dan allemaal? Nou, ik draag dus altijd een korte broek. En altijd bedoel je dan ook tijdens de winter? Zeker. Het is wel koud, maar het went wel snel. Oké. Heb je dan helemaal geen lange broek in je kast? Ja, eentje. Een knalroze joggingpak. Die draag ik alleen als ik net gedoucht heb of moe ben. Is het leuk om eigenwijs te zijn? Ja, het is erg leuk om eigenwijs te zijn. Want je kan eigenlijk gewoon een beetje doen waar je zelf zin in hebt. En je ouders vinden het vervelend. Als je eigenwijs bent, wat wil je dan later worden? Nou, ik zou graag archeoloog willen worden. Want ik denk dat je er heel veel voor moet weten. En dat lijkt me ook wel eigenwijs. En waarom wil je dan zo graag archeoloog worden? Omdat ik hou heel erg van geschiedenis en ik zou het heel interessant vinden om te leren over het verleden. Ik zie ook dat je een stoere fiets hebt. Kun je ook trucjes daarmee? Jazeker. Nou, dat was heel tof zien. Dat was weer mijn eerste aandeel aan het Kinderboekenweekjournaal. Ik kijk uit wat ik nog meer mag leren op locatie. Terug naar de studio, terug naar jou Zwaantje. Dankjewel Lily. Nou, dat was superleuk. En ik zei het al, in het land worden er overal ontzettend veel activiteiten georganiseerd tijdens de Kinderboekenweek. En het organiseren van zo'n activiteit is niet niks. We schakelen even over naar Peter Pennestreek. Hij is zo'n organisator en hij is op dit moment bezig met de organisatie van het Kinderboekenfeest. Ik ben ontzettend benieuwd hoe het gaat. En ik begreep dat hij een nieuwtje voor ons heeft. Ik ben benieuwd. Hallo Peter, ben je daar? Oh, hey Zwaantje. Ja, leuk dat je er weer bent. Ja, als het tijd is voor Peter om het festiviteiten van de Kinderboekenweek te organiseren, dan is het ook weer tijd voor Zwaantje en de Kinderboekenweekjournaal. Jazeker Peter. Volgens mijn bronnen wilde jij ons iets nog vertellen? Juist, ja. Ik heb een nieuwtje. Ik mag namelijk, omdat ik al jaren zoveel goed werk heb geleverd, meerdere activiteiten over verschillende bibliotheken organiseren. Er wordt zoveel gedaan en ik mag nu overal dingen organiseren. Bijvoorbeeld in de bibliotheek in de, wat was het ook weer, Haarlem? Peter, ik
wil niet kritisch zijn, met alle respect, maar er gaat natuurlijk elk jaar hartstikke veel mis. Vertrouwen al die bibliotheken jou zo dat je overal activiteiten mag organiseren? En het is ook hartstikke veel werk. Ja, dat klopt, Zwaantje, dat klopt. Maar ik ben ook heel erg goed in mijn werk. Ik heb heel veel ervaring. En daarom weet ik ook wat ik niet moet doen. Nee, maar even serieus. Ik doe het niet alleen. Nee, Daan is er ook nog bij. Die houdt natuurlijk overzicht. Kijk of Daan... Hé, Zwaantje. Ja, ik ben er dit jaar ook weer bij, want we hebben het natuurlijk alleen maar drukker gekregen. Ja, bij diverse bibliotheken in het land worden activiteiten georganiseerd waar kinderen naartoe kunnen gaan. En dat is natuurlijk ontzettend leuk, maar ook wel heel spannend. En het moet natuurlijk goed gaan, want misschien komt Helga Proper wel weer langs om te controleren of we ons werk goed hebben gedaan. Ja, en omdat ik niet constant op de vloer zelf aanwezig kan zijn, heb ik voor Peter een assistent aangenomen. Hi. Zwaantje. Ja. Ik ben de hulp. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Suzy Schetsboek. En ik kijk al jaren het Kinderboekenweekjournaal. En nu... mag ik gewoon samenwerken met Peter Pennestreek, een echte grootheid. Nou. Hè? Dat valt ook wel weer mee. Wauw, dit is zo gaaf. Oh, dit is een droom die uitkomt. En ik ben gewoon onderdeel van het journaal. En ik zal Peter zo goed mogelijk helpen als ik kan. Ik kan nog zoveel van hem leren. Oh, dat is zo gaaf. Hi kinderen, ja. Hi, ik sta met Peter. Ja, nou, dat is echt te veel eer. Ik ben natuurlijk wel goed in mijn werk, hè. Ik leer de kneepjes van het vak vanzelf wel. Oké. Zo kan het ook wel weer. Ja, Zwaantje, ik heb ook nog een nieuwtje. Goed, hè. Want ik ga deze week een cursus kinderboekschrijven en illustreren doen. Ik wil kinderboekschrijver en illustrator worden. Ja, en dat is, daar heb ik zo ontzettend veel zin in. Maar ik wil dus eigenlijk mijn baan wil ik overgeven aan Peter. Ja, maar omdat ik nog niet weet hoe hij zo'n... Ik wil hem eigenlijk testen. Ik wil kijken hoe hij zo'n groot evenement als dit kan organiseren, onder controle kan houden. Dus wij moeten met z'n allen daarop kunnen letten, hè? Schrijver en illustrator? Wat leuk voor jou, Daan. Kan je ons misschien alvast iets laten zien? Nou, oké. Ik heb dit gemaakt. Wauw. Prachtig. En ook spannend voor Peter. Weet hij het al? Nee. Hij weet nog niks. Het is een verrassing, dus mondje dicht, hè? Dankjewel, Daan. En dan schakelen we nu door naar een andere oud-bekende van ons. En dat is niemand minder dan professor Beentjes. Professor Beentjes, bent u daar? Hallo. Ja, hallo. Zwaantje, hallo. Ja, ben je er al? Ja. Meestal heeft u een bijzondere uitvinding gedaan. Maar ik zie dat u dit jaar niet alleen bent. Wie is dat bij u? Hallo Zwaantje, ik zal me even voorstellen. Ik ben professor Nota. Ik ben uitvinder en wetenschapper. En jij zou mij kunnen kennen van de stuiterende koptelefoon. Of de blauwe zalf 3000. Ja, wie kent het eigenlijk niet? Dat is zalf. Dat is fantastisch. Kan je overal voor gebruiken en overal opsmeren. Ik zou het kopen. In ieder geval, wij hebben nu samen aan een uitvinding gewerkt. Het is een topuitvinding, een heel goed idee van mezelf, al zeg ik het zelf. Ho! Het is mijn idee. Ik kom met het concept en jij mag mij komen helpen met deze uitvinding. Het is een geniaal idee. Ik werk er al jaren aan, maar nu had ik iemand nodig om mij te helpen. Weet je, Zwaantje, het maakt eigenlijk helemaal niet uit van wie het idee is of wie er heerlijk aan mij zit te werken. Als we maar samen aan deze fantastische uitvinding kunnen werken. Is het niet, professor Beentjes? Inderdaad, een ontzettend uniek project waar wij aan werken, nietwaar, professor Nota? Ja. Ik kan niet wachten tot de kinderen thuis ermee aan de slag kunnen gaan, of op school, dat ze lekker met mijn uitvinding... Nu zeg je het weer! Het is mijn uitvinding, mijn idee. Jij probeert mijn uitvinding te jatten. Doe je nou altijd, sinds de universiteit. Heren,
Dat wil ik toch helemaal niet. Gewoon nooit. Stomme. Nooit. Prutser. Heren prof... Net zei je nog dat, dat het heel fijn was om met mij samen te werken aan deze fantastische uitvinding. Prutser? Ik? Sleutelaar van niks. Je bent een uitvinder van likmevesje. Alle goede uitvindingen komen van mij. En jij mag blij zijn dat ik jou heb gevraagd om mij te komen helpen. Hoe durf je? Het is mijn uitvinding. Ik doe het wel alleen. Laat maar los. Poljas, het is mijn uitvinding. Ik heb jou niet nodig. Laat los. Geef hier, rapolje. God, we zijn... Boeien. Hallo? Zwaantje? Ben je daar nog? Kijk dan wat je gedaan hebt. Je maakt alles stuk. Professoren, geen ruzie maken. Ja, ik ben er nog. En ik hoorde alles. Maar wat was dat nou? Het beeld vervormde helemaal? Wat is er aan de hand? Heel vreemd. Dat had echt niet mogen gebeuren, hoor. Nee, we gaan het meteen uitzoeken. Heel hoogst ongebruikelijk, ja. Ja, correctie. Ik ga dat wel uitzoeken. Het is mijn uitvinding. Niets daarvan. Het is mijn uitvinding. Ik zoek het uit. Ga maar terug naar dat hobbykamertje van je, terwijl ik ga uitzoeken wat er mis is gegaan. Sorry hoor, dit is mijn uitvinding. Ik ga het oplossen. Ik neem hem mee naar mijn laboratorium. Professor Beentjes. Professor Nota, horen jullie mij nog? Nou, wat een geruzie zeg. En wat was dat raar, hè, met dat beeld. Het vervormde helemaal. Of zag ik dat alleen? Heel vreemd. Nou, wat er gelukkig wel goed gaat, is alles bij Peter Pennenstreek. En dat is ook wel eens anders geweest. Nou, de eerste aflevering zit er alweer bijna op, maar we gaan nog eerst over naar een boekentip. En wie anders dan onze favoriete leesexpert kan die het beste aan ons geven? Marijt, ben je daar? Ja, dankjewel Zwaantje. Ja. En zoals jullie weten heb ik niet een echte boekentip. Of ik heb altijd een leestip, hè, want ik wil wel dat jullie lekker aan het lezen gaan. Ja, je kan natuurlijk een mooi verhaal lezen. Maar heb je wel eens nagedacht over een gedicht, over poëzie, over versjes? Want eigenlijk is dat een verhaal met heel weinig woorden. En daar valt ook een boel over te leren en te lezen en te genieten. Ja, want ja, gedichten, versjes, poëzie. Oh, daar kan je toch van genieten in je eentje of samen. Dat kan over dieren gaan of vieze versjes. Over andere werelden. Over jij of wij samen. Ja, daar kan je zo van genieten. En dan word je daar toch helemaal gelukkig en blij van. Dankjewel Marijt voor deze goede tip. En dat was het weer voor vandaag. Hartelijk dank voor het kijken. Tot morgen en veel leesplezier. Huh? Oh nee. 1, 2, 3, 4. Kinderboekenweek, 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 Journaal. Wat gebeurt er in het Kinderboekenweek Journaal?